Vieze stoelen, afval en de vloeren. Geen kruimeltje ontkomt aan de dagbesteding schoonmaakteam van de Hartenkamp Groep die dat precies 10 jaar doet. Ja, we zijn wel eens van alles tegengekomen, maar ja, dat hoort er eenmaal bij je werk. En wat voor dingen dan? Kan je ze wat noemen? Dat zeg ik liever niet. Ah, één voor één dingetje? Echt één dingetje? Ja. Dat is echt gewoon kots dat, dat er eentje over had gegeven. Dus zelfs met een kwastje wordt het helemaal schoongemaakt? Ja. Om al dat stof tussen al die knoppen weg te halen. Is het te moeilijk om een bus schoon te maken? Want het is best een groot ding. Het is best wel vies. In het begin had ik er moeite mee. Ik had heel veel, maar het gaat steeds beter. Ietsje beter dan hoor. Ik zeg niet helemaal. Ja, jij bent dus nog best wel nieuw, hè? Nog een half jaar. Nieuw, maar leer jij dan ook bijvoorbeeld wat van Vincent? Dat hij jou een beetje tips geeft? Ja, geef me zeker tips. Ja, gewoon zoals bij de ramen lappen bijvoorbeeld. Als ik ergens niet bij kan, dan pak ik gewoon een stok erbij. Als het een beetje te hoog is. Van kijk, Fik, hier heb je een stok, zegt hij dan, weet je wel. 5 dagen in de week worden er bussen schoongemaakt en daar is ook altijd een begeleider bij die inziet hoe belangrijk dit werk is. Heel belangrijk, want het is een bezigheid waarbij ze zich goed voelen. Het is een dagstructuur waar ze wat aan hebben. En voor een aantal jongens, zoals ik net al zei, een doorgroeimogelijkheid om eventueel te trainen, om door te kunnen gaan naar een andere baan die meer verantwoordelijkheid nodig heeft. En als de bus weer helemaal schoon is, leggen ze ook nog iets neer voor de chauffeur. Nou, als de bus klaar is, leggen we altijd een briefje in de bus. En dan leggen we altijd nog een snoepje erbij voor de chauffeur als beloning.